liefde voelen voor elkander. Houd eens rekening met een ander. Tolerantie, genegenheid. Parshat Kedoshim. In het schrikkeljaar, dit jaar in ieder geval, de eerste sidra na Pesach, na Zaman Gerutenu, na het feest van vrijheid, van bevrijding. En dat moet iedereen eigenlijk na Pesach zich afvragen. Ben ik nou werkelijk vrij geworden? En wanneer we kijken in Parashat Kedoshim, ja, wie weet, vinden we daar een antwoord wat nou echt Joodse vrijheid is. Vrijheid, ten niet alleen ten opzichte van Hashem, maar ook ten opzichte van elkaar. En dat is het bijzondere van Parashat Kedoshim, waar zoveel gesproken wordt over de intermenselijke relaties, hoe we met elkaar moeten omgaan. En ik lees u voor, ik vertel even uit de vertaling van Dasberg. Wanneer jullie de oogst van jullie land afmaaien, dan moeten jullie die niet tot en met de hoek van jullie veld afmaaien. En ook niet wat ervan is blijven liggen op gaan rapen. Dus de mitzwa van PA, een deel van het veld voor de armen laten. En lek het als er iets gevallen is, dat je dat niet teruggaat om dat weer op te rapen. Dat laat je ook voor de arme mensen liggen. En dat is niet alleen voor een graanakker, maar dat is ook bij je wijngaard. Laat dat allemaal voor de armen en voor de vreemdeling. Steel niet. En ontken ook niet dat je iets hebt wat eigenlijk aan een ander toebehoort. Benadeel je naaste niet. Beroof hem niet. En als iemand bij je werkt, een dagloner, laat hem dan niet 's nachts bij je overblijven tot de volgende morgen. Betaal hem op tijd. En dat geldt voor een dagloner. En op dezelfde manier geldt dat voor iemand die een nachtwerker is. Vloek een dove niet. En dat kan letterlijk zijn. Maar kan ook zijn iemand die het niet opmerkt achter zijn rug of wat dan ook. En leg een struikelblok neer voor een blinde. Ook weer letterlijk. Maar ook figuurlijk. Zo moeten we met elkaar omgaan. En de sidra dus van de eerste dit jaar na Pesach gaat verder en zegt: pleeg geen onrecht bij de rechtspraak. En bijvoorbeeld, zou zeggen, dat is vanzelfsprekend, ja, maar begunstig de armen niet. Zeg niet, jij is arm, dan moet ik toch maar eigenlijk hem begunstigen. Maar aan de andere kant, wat ook gevaarlijk is, behandel de aanzienlijke niet met bijzondere onderscheiding. Ja, dat is een belangrijk man. Ja, dus daar moet je toch wel heel anders mee omgaan. Nee, bij de rechtspraak moet het allemaal gelijk zijn. In rechtvaardigheid moet je recht spreken over je medemens. En dan, ga niet als overbrenger van lasterpraatjes onder je volksgenoten rond. Gewoon het roddelen, het kwaadspreken, laster, noem maar op, dat wat helaas toch veel te veel gebeurt. Ja. Wees niet haatdragend naar je medemens. Maar in de Vries tekst van de Torah staat, lotisna et achiga wil wel weggaan. Niet alleen maar lotisna et achiga, dat je geen haatgevoelens mag hebben. Maar zelfs niet beeld wel weg in je hart. Ergens in je hart toch een gevoel van afkeer en haat ten opzichte van een ander is. Daar moet je aan werken dat het er niet zal zijn. Hogeer toch geert dan mee tegen. Je moet je naaste terechtwijzen. En daar wordt in de halacha over gesproken op welke manier dat dan wel moet. Velotisa alafgeet. Zodat je hem niet met zonde belaat. We zeggen, het kan zijn dat je de ander belaat met zonde, maar het kan eigenlijk ook zijn dat je daardoor zelf een verantwoordelijkheid hebt. Je had hem of haar van het verkeerde kunnen weerhouden
en je hebt dat niet gedaan. Lotti kom, lotti toi. Neem geen wraak. Op verschillende manieren waarop je wraak zou kunnen nemen. En dan die bijzondere zin van Ve'ahavta lereacha kamocha. Hou van een ander zoals je van jezelf houdt. Om dezelfde reden waarom je van jezelf houdt. Nou, waarom hou je van jezelf? Omdat je bent. Je bent jezelf. Ja. Je bent geschapen. Je bent er. Nou, die ander is er ook. En het feit dat jij er bent en daarom dat je van jezelf houdt, dat is om dezelfde reden moet je van een ander houden. Dus allemaal teksten uit de parasha van deze week. Een hele korte gedachte misschien, ja, want het valt niet mee die mitzwa van Ahavat Yisrael van de ander te houden op zoals van jezelf houdt. Ja, maar er wordt wel uitgelegd dat we eigenlijk allemaal één lichaam zijn. En iedereen is een onderdeel van dat lichaam. En waar hou je nou meer van? Je rechterhand of van je linkerhand? Ja. Van je linkerknie of van je rechterknie? Het is er één lichaam. Er is er geen verschil. Ja. Zo moet het eigenlijk ook zitten op zich van elkaar. Maar nog een gedachte. Als je zegt, ja, maar het zijn toch allemaal anderen? Als je het gas aansteekt op het fornuis, hoeveel vlammetjes zijn dat eigenlijk? Nou, dat weet u niet, ik weet het ook niet. Ja, ik weet het wel. Het is maar één vlam. En door het dopje lijkt het dat allemaal andere vlammetjes zijn. Nee, in werkelijkheid is het één vlam. En zo zijn we eigenlijk allemaal één geheel. Gesplitst? Nee, in werkelijkheid zijn we allemaal één geheel. Met die benadering wordt het misschien toch wat makkelijker om de mitzwa van Ahavat Yisrael te vervullen. Ma Yisrael, o jood, laat dat horen. De zegende regen zonsondergang. Psalm 111. Ode Hashem begon Levav. Ik wil God dienen, loven met heel het hart. Gidolim ma'aseh Hashem. Zo onvoorstelbaar groot zijn de daden van God. Derushim lechol geftzehem. En eigenlijk zoeken we naar steeds weer nieuwe godswonderen. Zeger asa lenifle ontaf. En zijn wonderen, die moeten eigenlijk steeds herinnerd worden. En we moeten beseffen, Ganoen v'rachum Hashem, dat God genadig en liefdevol is. In de verklaring van een van de grote rabbanim van Krakau, die zegt, wat is dat zeger, asale niflo otav, een herinnering aan zijn wonderen. En hij zegt, vroeger, onze aartsvaders en aartsmoeders en onze profeten en profetessen, dat waren zulke hoog verheven mensen die als het ware ja, zich konden verheffen boven het aardse. En dan lezen we ook in Tenach hoe zij in staat waren, dat God in staat gesteld werden, om wonderen te doen. Als het ware hadden ze zich verheven boven de begrenzingen van wat wij wereld noemen. Zegen Asan en Iflotaf. Maar een herinnering daaraan, aan die wonderen, heeft God gemaakt. Wij staan niet meer op dat niveau. Dat we dit soort wonderen zouden kunnen verrichten, zouden kunnen bereiken. Maar wat we doen, zo zegt deze geleerde uit Krakau. Wanneer bijvoorbeeld een vrouw moet bevallen, en dan bestaat er een gewoonte om de teksten uit de Torah te lezen. Vashem pakat et Sarah. En eigenlijk gaat het niet alleen over het bevallen. Maar het gaat om een vrouw die zo graag moeder wil worden. En zoals Sarah dat wilde worden. En dat lezen we in de Torah. Vashem pakat et Sarah. God als het ware bedacht Sarah. En toen heeft ze een kind gekregen. Zo lezen we dan die parasha.
En bijvoorbeeld op Rosh Hashanah, wanneer die tekst wordt gelaaid, dan is het de gewoonte dat de Baal Koreh, hij die die tekst laaid, op het moment dat hij die woorden laaid, Washem Pakat et Sarah, dat hij dan in gedachten heeft een aantal vrouwen die nog steeds geen moeder zijn geworden. En in de hoop door dat te lezen, dat ze inderdaad in dat jaar moeder zullen worden. En wanneer het gaat om Parnassa, iemand die geen broodwinning heeft, dan is het gebruikelijk, in de oude Sidurim is dat ook afgedrukt, de parasha, de tekst over het manna, zoals God gezorgd heeft voor manna. En daarmee hadden we dus eigenlijk ook Parnassa. En zo geldt het ook voor alle andere wonderen. Zegen, Asa, Lenifle, Otaf. We hebben de mogelijkheid gekregen van Hashem door deze teksten uit te spreken en ons daar als het ware helemaal in op te gaan om Hashem op die manier ertoe te brengen om het ene wonder na het andere wonder zichtbaar of niet zichtbaar te laten plaatsvinden. Het ziet de traan en de lach, het gezang, geluk en de gein, we noem maar Romein, met liefde. In Sefer Tanja zijn we eigenlijk nog steeds bezig met dit deel van deze week over het begrip van Yirat Hashem, ontzag, eerbied voor Hashem. Kshir bonen bezei sha'a gedola b'chol yom. Je moet dat eigenlijk iedere dag opnieuw doen. Dat kan kort zijn, kan wat langer zijn. Maar denk dus daarover na. Eegsha kadosh baruch hu male mamash et ha'elyonim wet ha'tachtonim. Hoe God alle werelden hoger en lager vult. Ook onze stoffelijke hemel en stoffelijke aarde. Hoewel geen kloyotav. We libo, we golmaasa, we dibora. En God doorzoekt alles wat we denken en wat we zeggen en wat we doen. Als we dat beseffen, dan, en je doet het maar eigenlijk als het ware eventjes 's morgens, maar tikba belibo hayirale gola yom kulo. Dan kan je de hele dag dat gevoel van Gods ontzag met je meedragen. En misschien moet je dat eventjes elk uur weer even heel kort opnieuw doen. En neem daarbij de raad aan van Rabban Yochanan ben Zakkai, wat hij tegen zijn leerlingen heeft gezegd. Van, je zou toch niet zondigen als je weet dat een ander het ziet. Want dan geneer je. Op die manier moet je dus ook begrijpen dat Hashem je ziet. En dat je op die manier dus ook niet, dat je op die manier dus zal begrijpen, je wordt gezien. En dat je dan na zal laten te doen wat je eigenlijk niet had mogen doen. En die Yira, dat ontzag voor Hashem, daarvan zegt Moshe, maar Hashem lokecha shoel meemach, wat vraagt God eigenlijk alles van jou? Kim liyera, om vrees voor God te hebben. En dan vraagt de kamerad alleen maar dat. Ja. En dan wordt er geantwoord, ja, alleen maar dat. Ten opzichte van Moshe is dat alleen maar dat. Is het een kleinigheid? Ja, maar wij zijn geen Moshe. Nee, maar we hebben wel het begrip van Moshe in ons. Het begrip van daad, van kennis, van weten, te voelen het bestaan van God en zijn heerschappij en zijn nabijheid. En vanuit dat gevoel is het inderdaad mogelijk om, zoals we elke keer weer opnieuw zeggen, te beantwoorden aan dat wat God van ons verwacht. De levensbeschouwing van Jodendom geeft diepzinnig antwoord op het waarom. Waarom wij ons leven voor God moeten geven. Gods wonderen. Het is Pesach geweest. Maar ik wil toch een Pesach geschiedenis vertellen.
De precieze details zijn niet helemaal bekend. Maar deze geschiedenis is onder andere verteld door Reb Lebel Gronner, een van de secretarissen van de Rebbe. En die vertelde dat op een dag, kort voor Pesach, Rav Godokov, de hoofdsecretaris van de Rebbe, contact opnam met een van de shluchim, een van de afgezanten van de Rebbe, ergens in de wereld. Rabbi Lebel Gronner kon zich niet meer herinneren waar dat nou precies was. Maar naar een shaliach, naar een afgezant, kwam de volgende boodschap. Hij moest naar dat en dat stadje gaan. En daar moest hij een handgebakken matze brengen aan een Joods persoon die daar woonde. Nou, de shaliach krijgt die boodschap. Neemt zo'n handgebakken matze, misschien wat meer dan één, en is naar dat stadje gegaan om die matze aan die Joodse persoon te overhandigen. Maar hij had geen adres gekregen en hij had ook geen naam. Maar dan moest daar een Joodse iemand zijn. Toen hij daar aankwam, is hij gaan informeren. Wonen hier Joodse mensen? Daar wist niemand van. Niemand wist dat er een Joodse iemand zou wonen. Hij heeft het hier gevraagd, daar gevraagd, hier gevraagd, daar gevraagd. Nobody, niemand. Niemand die het wist. En dus blijkbaar geen Joodse persoon daar. Maar de Rebbe had gezegd, hij moet dat daar brengen. Wat moest hij doen? Nou, hij heeft de hele tijd de moeite gedaan en gevraagd en geïnformeerd. En uiteindelijk heeft hij besloten, dan ga ik maar weer terug. Het ging Pesach worden, om nog het een en ander te doen. En bij het tankstation, nog geen automaat, maar daar werd dus de tankbediende. En hij vroeg aan hem, weet u misschien of hier ergens een Joods iemand woont? Ja, 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 daar in een slagerij, daar werkt een Joods iemand. En toen is hij naar die slagerij gegaan. En daar werkte een knecht. En dat bleek een Joods iemand te zijn. En hij zei, ik heb voor u een shmura matze, handgebakken matze gebracht op verzoek van Rabbi Schneerson van de Lubavitcher Rebbe. De reactie van deze man, werkelijk tot tranen toe. Hij vertelde, ik ben hier helemaal geïsoleerd. Ik ken niemand, geen enkele Jood ken ik. Ik ben hier helemaal alleen. Ik voel me zo alleen, ik voel me dus zo eenzaam. De plaatselijke dominee, die mij kent, want dan komt er hier in de winkel om zijn vlees te halen. Die heeft leuk contact met mij gemaakt. En die heeft gezegd, kom, sluit je aan bij ons. Waarom? Je bent toch hier alleen? Wees gewoon één van onze gemeenschap. En ik voelde me zo alleen. Ik dacht, ja, ja, moet ik mijn hele leven hier alleen blijven? En toen heb ik besloten, oké. Dan sluit ik me aan bij de gemeente van die dominee. Maar, niet meteen. Mocht ik als het ware een hemelsteken krijgen van Hashem, dan doe ik het niet. En ik had voor mezelf een termijn gesteld. Vandaag is de laatste dag van die termijn. En ik dacht, het is voorbij. En ik ga doen wat ik me had voorgenomen. En nu komt u en u brengt mij een matze van die rabbijn daar ergens uit Amerika waar ik nooit van gehoord had. Maar ik begrijp ook niet hoe hij van mij weet. Dat vertelt Reb Lebel Gronner, dat eens is gebeurd. En hoe wist de Rebbe daar in Amerika van het bestaan van deze persoon? En van wat er in die persoon omging? Ja, dat zijn rabbis. Die kunnen dat, die hebben dat. En ik noem dat dus alweer opnieuw een godswonder. Als Schelema Tov Galkenu, gelukkig zijn wij. Dat we deel zijn van een volk dat keer op keer geconfronteerd wordt, mee mag maken het ene godswonder na het andere godswonder.
Shabbat shalom. Wij ons leven voor God moeten geven met Abba. Liefde voor het Joodse land. Abba. Altijd al bestond die band. Abba. O God, laat de vrede toch heersen daar. Stuur ons de Mashiach nog in dit jaar. Dan neden beneden. Niet morgen, maar heden met Abba. O God, laat de vrede toch heersen daar. Stuur ons de Mashiach nog in dit jaar. Dan heden beneden, niet morgen, maar heden met Abba.